Er is toch een lijst die is afgewezen door de president van aantrekkingen. En dat heeft misschien die emmer doen overlopen, voorzitter. Waar is minister Levens nu? Welke positie bekleedt ze nu? Waar is minister Tjana Hun? Welke positie bekleedt hij nu? Voorzitter, en ik heb gegevens hier, voorzitter. Van het kapper van de NPS. Lekjobi, wil u afronden? Goed, dank u wel. Dank u wel, Lekjobi. Lid Rusland, u hebt nog 1,5 minuut. Mag ik stilte in de zaal? U hebt uw tijd al gehad, Lekjobi. Lid Rusland, u hebt nog... Hoeveel tijd? Lid Rusland, u hebt nog 2,5 minuut de tijd. Wilt u daarvan gebruik maken? Lid Rusland? Lid Rusland, ik stel u een vraag. Wilt u van die 2,5 minuut gebruik maken? Oké, prima. Lid Rusland heeft het woord. Voorzitter, ik luister naar... Voorzitter, dit kan niet. Dit kan niet. Goed, ik hervat de geschorste vergadering. Ik zie Lekjobi niet in de zaal. Ik zie hem niet in de zaal, dus wij gaan dan over tot de orde van de dag. En lid Rusland heeft nog 2,5 minuut. U krijgt de kans om het af te ronden. Lid Rusland heeft het woord. Mag ik rust in de zaal? Lid Rusland heeft het woord. Mag lid Rusland het woord? Rusland, u hebt het woord. Als u de vergadering gaat storen, ga ik u eruit zetten. Ik vraag rust in de zaal. Op het woord, naar alle de vergadering. Ik ga nogmaals zeggen, als u op deze manier doorgaat, ga ik u uit de zaal zetten. Lid Rusland heeft het woord. Ik hoor mezelf. Dus ik kan begrijpen dat de mensen het woord willen, want Lekjobi heeft ongepaste termen zitten uitschelden hier, gericht aan de voorzitter. En de mensen willen daarop reageren. Truslan, uw tijd loopt. Nee. Ik hoor mezelf niet. Ik ben de fractievoorzitter.
Ik schors de vergadering. Goed, ik hervat de geschorste vergadering. Ik heb eerder al aangegeven in het parlement dat wij hier geen enkele ontoelaatbare handelingen gaan accepteren. We hebben een gedragscode, we hebben een gedragslijn in het parlement en die gaan we voor ongeacht wie dan ook hanteren. En we hebben het, naar aanleiding van informatie wat ik gehad heb met betrekking tot lid Jogi, neem ik het volgende besluit dat ik lid Jogi vraag om de zaal te verlaten. En lid Bova heeft in bijzijn van mij hier voor mijn tafel ook een krachttermen gebruikt. En ik wil lid Bova vragen om ook aan de hand van het gedragslijn dat wij hanteren in het parlement ook de zaal te verlaten. Lid Bova en lid Jogi, ik vraag u beiden om de zaal te verlaten. En hiermee schors ik de vergadering. Dan,